Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is de eerste zaterdag video van het nieuwe jaar, dus ik wil jullie bij deze allemaal alsnog even een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik denk dat het nog net kan, dus bij deze. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van december laten zien. Het mandje zit ook echt redelijk vol. Dus ik ga de producten met jullie doornemen. Ik vertel je dus waarom ik ze fijn vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee naar deze video. Het eerste product wat ik heb, dat zijn de Nail Polish Dry Drops van Max & More, verkrijgbaar bij de Action. Dit zijn van die druppels die je dus, nadat je je nagels hebt gelakt, kunt aanbrengen. En dan drogen ze net iets sneller. Ze zitten gewoon in zo'n klein flesje. Het werkt gewoon met een pipetje. Heel simpel. Je knijpt hem vol en dan zit hij gevuld met vloeistof. En je druppelt er wat van op je nagels. En je nagels zijn binnen een minuut droog. Ik heb vaker van deze dry drops geprobeerd van andere merken. En ik vind het gewoon altijd een heel handig product. Hier zit trouwens vitamine E en almondolie aan toegevoegd. En ik moet zeggen, ze werken echt super goed. Mijn nagels zijn echt heel snel droog. Ik moet wel altijd zeggen, ik wacht dan echt toch wel even wat langer voordat ik dingen ga doen. Want ik heb altijd meer het idee dat het misschien meer stofdroog is. En dan wil ik even zeker weten dat het goed is uitgehard. Maar ze werken echt super goed. Ze zijn ook nog een super low budget, want ik geloof dat ze echt een euro kosten. En ja, zeker een aanrader, deze dry drops, want ze werken echt gewoon heel erg goed. Dan heb ik van Catrice een Shimer lippenbalsem. Hij heeft de naam 010 From Glow to Wow gekregen. Hij heeft deze verpakking mooi goud met witte stippeltjes. En op de onderkant vind je nog dat hij eigenlijk Sparkle Golden Lip Balm heet. Dus ik zei het net verkeerd, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dan is dit een lippenbalsem. Als je heel goed kijkt, zie je heel duidelijk de glittertjes. En ik vond het resultaat echt heel erg mooi. Ik ga hem swatchen. Dan hoop ik dat het op mijn hand er net zo mooi uitzag als op mijn lippen. Ik heb hem hier even aangebracht. En als je heel goed kijkt, zie je echt een beetje shimer. Ik vond het resultaat echt heel erg leuk. Ik vind het vooral heel erg leuk als een product een beetje een extraatje heeft. Vooral omdat je, als je bijvoorbeeld heel erg last hebt van droge lippen, dan kan een lipstick of lipgloss niet altijd even mooi eruit zien. Deze lippenbalsem is gewoon een hele goede optie. En het is gewoon heel erg leuk als hij dan wat extra's heeft. Deze heeft dus een glittertje en die zag ik echt heel erg mooi terug op mijn lippen. Dus ja, hier ben ik ook heel erg enthousiast over. Ik ga heel even een beetje wat producten bij elkaar neerleggen. Want er zitten ook een paar producten van een limited editie bij, waar ik niet al te lang bij stil ga staan. Een van die collecties is namelijk de Merry Christmas My Dear trend editie van Essence. Hier heb ik een uitgebreide video van opgenomen. Ik zal de link nog even in de beschrijving zetten, mocht je hem niet gezien hebben en alsnog willen bekijken. Ik heb daar allereerst de highlighter van met de naam 01 Shine Golden My Dear. Dat is deze. Hij heeft een heel erg leuk relief erin zitten. En ja, hij ziet er met zwartje ook gewoon heel erg mooi uit. Want hij heeft echt een hele gouden gloed. Je moet ervan houden. Ik vond hem zelf uiteindelijk wel heel mooi. Dus daar was ik wel enthousiast over. Ook uit die collectie heb ik de Glossy Lip Balm. En die ziet er gewoon heel schattig uit vanwege het doosje. Het is een rozige lippenbalsem met een lichte glossy effect. Ik hoef hem niet te swatchen, want dat ga je niet zien. Hij ruikt heel erg lekker. De producten hebben echt een soort van vanillegeur, dat merkte ik al. Ik vond hem uiteindelijk wel heel fijn. Ik vond hem eerst wat stroef om uit de verpakking te krijgen. Maar uiteindelijk bracht hij wel fijner aan en voelde mijn lippen ook wel zacht met de lippenbalsem. En ik vond de gloss die hij gaf uiteindelijk ook wel heel erg leuk. Dus dat is die. Dan heb ik uit die collectie de Nail Polish Stopper. Dat is deze. Die heeft dus een gewoon, uiteindelijk een gewoon dopje. Ik zal even kijken of ik de naam hiervan kan lezen. 01 Dear
Me. Dear Me Keep Sparkling. De naam was een beetje een dingetje. Nou, dit is gewoon zo'n hele leuke nagellaktopper die je over je nagellak heen aanbrengt. Je kon hem ook gewoon aanbrengen, zag er ook heel leuk uit. Dit is het kwastje. Je brengt hem aan over je net gelakte nagels en dan kreeg je gewoon een leuk gouden glittertje. Ik heb hem met de kerst gedragen en ik vond dat er toch wel heel erg gezellig uitzien. En ja, zo ziet hij eruit, dus die vond ik ook wel heel fijn. Het laatste uit de collectie waar ik wel over te spreken was, dat was de Glitter Lip Beautifier. Dat is deze, met de naam 01 Dear to My Heart. En het is eigenlijk gewoon zo'n verzorgingsproduct voor de lippen, want hij verzorgde mijn lippen echt heel goed. Met een lichte glitter. Je moest wel heel goed kijken om die terug te zien op de lippen. Maar de verpakking is wel heel schattig. Ik zal hem even swatchen. En dan, als je heel goed kijkt, kun je hier het glittertje een beetje terugzien. Ik hoop dat je het ziet. Het is heel minimaal, maar je zag hem wel een klein beetje. Maar ik vond hem voornamelijk wel heel fijn, omdat hij echt gewoon heel verzorgd aanvoelde op mijn lippen. Dus dat vond ik daarom gewoon wel heel erg fijn. Dan ga ik ook gelijk door met de limited editie van Catrice. Was ook een kerstcollectie en dit is de Magic Christmas Story. Ook hier heb ik een video over gemaakt. Hier zal ik ook even de link van in de beschrijving zetten. Ik heb hier van allereerst het oogschaduwpaletten die er gewoon super mooi uitziet met die gouden glitters en die notenkraker erop. Het palet heeft de naam C01 de Nutcracker gekregen. Deze collectie was geïnspireerd op een sprookje. Nou, er zat een spiegel in die afgedekt was en dit waren de kleurtjes. Het waren wat gewaagdere kleurtjes waar je van moet houden, maar je kon er echt wel hele leuke ooglooks mee maken. Er zitten matte en shimmer kleuren in. Je ziet ze hier nog even geswatcht en ja, zo zie je ze. Ik vond het zelf een heel erg mooi palet waar echt veel variatie in zat, waar je best wel wat gedurfde looks mee kon maken. Het moest je ding zijn, maar ik vond het zelf wel heel erg leuk. En ja, ik was wel echt tevreden over ja, het paletten en de pigmentatie. En ja, ik vond het echt een heel erg fijn palet. Het dichtkrijgen vind ik wel een klein dingetje. Nou, hij zit, dus die zag er zo uit. Dan had ik ook de twee cheeklighters. En uiteindelijk was dat nog een dingetje om die aan de praat te krijgen. In de kleuren 01 Mother Ginger en 02 Sugar Plum Fairy. Nou, dat werkte dus met zo'n sponsapplicator die je dus eerst moest activeren om hem hier open te draaien. Ik zal ze even swatchen nog. Maar ik vond het resultaat van deze cheeklighters echt heel erg mooi. Ze hadden ook een heerlijke geur. En ze blenden ook gewoon heel erg lekker. Dus je kreeg uiteindelijk best wel een hele natuurlijke glow. Ik hoop dat die op de swatch nog eventjes mooi overkomt. Want ja, zo zagen ze eruit. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Die en die. Maar ze brachten echt mooi aan en ze voelden ook gewoon heel erg fijn aan ja, op het gezicht. Dus dat vond ik heel erg fijn. Dus dat waren die. Dan waren er ook een aantal nagellakjes waarvan ik er één eigenlijk echt top vond. En dat is de kleur C02 Claire's Adventure. Dat is de gouden kleur. Omdat hij dus een glittertje bevat, bleef hij echt heel erg goed op de nagels zitten. Hij heeft gewoon een heel basic kwastje. Hij chipte niet zo snel als de andere. Ik vond hem gewoon echt heel mooi goed blijven zitten. En dat vond ik gewoon heel belangrijk. Omdat het niet de allergoedkoopste lakjes waren, vond ik het een beetje een tegenvallen dat de andere kleuren zo snel chipten, maar deze dus niet. En uit die collectie heb ik dan nog drie lipsticks, sorry. Met ook allemaal zo'n notenkraker effect erop. In drie kleuren. Heel erg mooi. Hele fijne lipsticks. Ik heb hem in de 01 Celebrate of... nou, kan ik dat nog lezen? Want dat is een beetje het probleem. Celebrate of Dances. Dan hadden we de C02 Pas de Deux. En de C03 Dancing Snowflakes.
Hele mooie lipstick. Ze hebben een soort van ja, hele fijne finish. Met een heel erg mooi patroon. Ik zal ze gewoon eventjes nu swatchen. Want ja, jullie hebben ze in de video al kunnen zien als je die bekeken hebt. Maar ze voelden echt heel fijn aan. En ik vond de kleuren ook gewoon echt heel erg mooi. En ja, ze bleven op zich ook wel lekker op zijn plek zitten. En dat vond ik ook wel heel fijn. Dus dat waren die lipsticks uit die collectie. Die zagen er dan zo uit. Dus ja, hele fijne lipsticks waar ik zelf heel erg blij van werd. Dan heb ik van Essence een Fix & Last 14 Hour Makeup Fixing Loose Powder. Dit is dus weer gewoon zo'n losse poeder waarmee je kunt baken. Ik ga deze denk ik niet, ik weet niet of ik deze kan swatchen, want dat is dus weer zo heel erg vervelend. Ik zal daar even een plaatje van die beeld neerzetten, hoe dat dan vastgeplakt zit. De meeste mensen zullen het inmiddels wel kennen. Maar daardoor kan ik hem nu niet echt lekker swatchen, want dan komt er waarschijnlijk heel veel poeder uit. Oh, ik kan een klein beetje opnemen. Kijk, het is gewoon een transparante poeder die bij elke huidstype past en waarvan je dus uiteindelijk niks meer terugziet. Hij bracht fijn aan, hij liet mijn make-up goed op zijn plek zitten. Een hele fijne poeder. Alleen de binnenkant van de verpakkingen mogen ze bij mij veranderen. Die mogen ze een mechanisme geven waardoor je hem kunt dichtdraaien. Want dit soort poeders zijn op deze manier niet heel erg handig om mee te nemen, maar ik vond hem wel heel erg fijn. Dan heb ik een facial roller en deze heb ik bij de Action gekocht. Dit is gewoon zo'n roller waarmee je dus de bloedcirculatie van je gezicht kunt stimuleren. En zwellingen verminderen en hij zou rimpels verzachten en donkere kringen verbergen. Koel hoofd voor een fris gevoel. Er staat dus niet bij dat je deze ook in de koelkast kan leggen. Dat heb ik dan ook niet gedaan. Hij ziet er verder zo uit. Het is een heel erg ja, makkelijk design, zeg maar. En die kun je dan gewoon, ik zal hem nu zo eventjes zo doen, over je gezicht heen rollen. Dit voelt ook heel koud aan. En dat voelt dan heel erg fijn. Ik vond het zelf heel erg lekker aanvoelen. Het is ook een hele goedkope variant. Maar ik vind het zelf gewoon heel erg lekker om dit soort dingen over mijn gezicht te gebruiken. En ik werd er wel heel blij van. Mocht even jullie weten of die in de koelkast kan, zou ik dat graag willen weten. Want ik durfde het dus niet te doen omdat het ook niet duidelijk op de verpakking staat. Maar het is vaak lekker om deze gewoon heel koud te kunnen gebruiken, dit soort rollers. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar of dat eventueel dan toch zou kunnen. Dan heb ik van Catrice de Sun Glow Eye & Cheek Paletten. En dat is deze. Het is zo'n paletje waar dus ook schaduwkleuren in zitten, maar ook twee kleur producten voor het gezicht. Dit is de achterkant. Je kwijt deze zijn in twee kleuren gekomen. Ik heb er nog eentje, maar die heb ik nog niet getest. Dan is dit de binnenkant. Spiegeltje erin en dit zit er dan in. Ik zal even de producten voor jullie swatchen. Zo. Het is altijd een beetje lastig dit. Ik zal even beginnen met de oogschaduwkleuren om die te swatchen. En dan zal ik daarna ook eventjes de blush en bronzer ernaast doen. Maar ik zie dat ik al een beetje uitgeschoten ben. Dus dat wordt nog even een dingetje. Dit zijn de oogschaduwkleuren. Het is misschien niet heel bijzonder, want je kunt er niet een hele gevarieerde look mee maken. Maar het is wel zo'n paletje waarbij je alle producten in één hebt. En dat is wel heel erg fijn. Dit is de blush en de bronzer. Die zijn ietsjes lichter, maar op zich zagen ze er op het gezicht echt heel erg mooi uit. Ja, ik vond het gewoon een heel geslaagd paletje. Vooral als je ermee zou willen nemen, bijvoorbeeld als je een weekendje weggaat of zo. Dan heb je toch meerdere producten in één en dat vinden heel veel mensen toch wel fijn. Dus ik kan deze ook zeker aanraden. Echt een heel fijn paletje. Dan heb ik een Cracked and Heal Cream. Dit is zo'n product die je hele zachte voeten zou geven. Maar ook heel glad, zeg maar. Het is van het merk Footsteps. Ik heb hem bij de Action vandaan. En ik ben dus iemand, ik heb heel erg veel last van ilt en zo. En soms heb ik ook inderdaad echt wel van die kloofjes in mijn voet zitten. Waardoor het allemaal niet heel prettig aanvoelt. En dit is dus zo'n crème die je dagelijks kunt gebruiken. Hij zit gewoon in een tube en waardoor je dus hele zachte voeten zou kunnen krijgen. Omdat hij ook heel erg verzorgt, worden je voeten er inderdaad heel erg zacht van.
op het moment dat ik hem gebruikte, had ik dus geen last van echt van die kloofjes of zo. Maar ik vond hem wel heel erg lekker aanvoelen en mijn voeten werden er ook wel heel erg zacht van. Ik vind het ook een hele fijne crème om te gebruiken als ik bijvoorbeeld mijn ilt heb weggehaald. Nou, je zit gewoon met zo'n openingetje, dus heel basic. Hij heeft ook een hele lekkere geur. Hij trekt ook goed in de voeten, dus kan hier blijven aan ruiken. Ja, het is echt een hele fijne crème voor als je een beetje, ja, gewoon ook ruwe voeten en zo hebt. Dus daar vind ik hem echt heel erg fijn voor, want hij maakt mijn voeten echt wel heel erg lekker zacht. Ik zou dit het liefst nog proberen met van die speciale sokken eromheen, maar die kun je vaak niet vinden. Ja, je kunt wel gewoon die spa-sokken gebruiken en die dan, zeg maar, aantrekken als je hebt ingesmeerd. Dus dat voelt wel heel lekker aan, maar ook wel echt een hele fijne crème, vond ik zelf. Dan heb ik nog een crème en dit is van Revolution. En deze komt uit de skincare lijn en dit is een mattifying cream. Je maakt je huid mat. Maar hij zou ook een beetje de poriën verkleinen. Het komt in een doosje. Echt een hele fijne crème. Het is echt een hele grote pot ook. Met hele mooie rosé-gouden dop. En zo ziet hij er dan uit. Hij wordt ook nog eens afgesloten door middel van zo'n extra dopje. En de crème is zelf gewoon wit. Je ziet hem hier. Hij ruikt niet zo heel erg lekker, maar ik heb hem aangebracht op mijn gezicht. Ik merkte niet dat mijn poriën er echt kleiner van werden, maar mijn gezicht voelde echt heel erg verzorgd aan met de crème. Ik heb best wel veel last van een droge huid en ik vind het dan ook fijn om gewoon extra verzorging te gebruiken. Ik gebruik dit dan ook gewoon naast mijn dagcrème en ik moet zeggen, mijn huid voelde echt gewoon heel verzorgd aan. Echt het gevoel dat er gewoon een hele verzorgingsboost overheen kwam en dat vond ik gewoon echt heel erg fijn. Er zit ook niacinamide in en hij is verder vegan en ook niet op dieren getest. Ik vond het echt een hele fijne crème die ik echt wel met veel plezier ga gebruiken. Want ja, skincare is de laatste jaren voor mij heel belangrijk geworden. Want sinds ik ouder word verandert mijn huid ook wel wat. Deze vond ik ook echt wel heel erg fijn. Dan ben ik toe aan de laatste twee producten. En dit zijn twee maxi bronzers van Catrice. Waren ook alleen online te koop. Ik heb ze niet in de winkel gespot. Maar dit zijn dus hele grote bronzers. De verpakkingen zijn verder hetzelfde. Maar het zijn twee verschillende kleuren. Ik heb hier allereerst de 010 Light Bronze. En kijk, er zit een hele grote spiegel in. Wat gewoon heel erg fijn is. En dan is dit de poeder. Heel erg mooi ook met die vormen erin. Hele fijne poeder en ik heb alle twee de kleuren gekozen omdat ik benieuwd was of ze allebei bij mijn huid zouden passen. Ik zal alvast eventjes de lichte kleur swatchen en dan zal ik even de tweede kleur laten zien, want dit is de 020 Medium Bronze. En nou, de binnenkant is verder helemaal hetzelfde, maar zoals je kan zien is deze een heel stuk donkerder als die andere kleur. Verder helemaal hetzelfde qua vormgeving, maar je gaat ook niet heel erg veel verschil zien, vind ik, in swatch. Dit is de lichte kleur. En dit is dan de donkerdere kleur. Ik vind het verschil niet heel erg groot. Ondanks dat het in de pen echt een stuk donkerder lijkt, valt het in het echt eigenlijk wel mee. Eigenlijk pasten alle twee de kleuren heel erg goed bij mijn huid. De donkerdere kleur was echt niet dat je dacht van wow, veel te donker of zo. Ze hadden allebei eigenlijk een hele goede kleur om bij mijn huid te passen. Dus daar was ik heel erg enthousiast over. Dus ja, mocht je deze nog willen aanschaffen, ze zijn online gewoon nog steeds te koop. Bij de bekende verkooppunten eigenlijk wel. Als je googelt op Maxi Bronzer dan van Catrice, dan ga je hem vinden. Eigenlijk maakt het niet uit echt welke kleur je neemt. Zou je bijvoorbeeld liever de donkerder hebben? Hij doet dus niet heel veel onder voor de lichte kleur. Maar het zijn wel twee hele fijne bronzers waar ik met heel veel plezier gebruik van ga maken. Dan waren dit mijn favoriete producten van december. Ik ben er wel heel erg blij mee. Ik ben blij dat ik ze in mijn stash kan gaan stoppen om er weer gebruik van te gaan maken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie een van deze producten alles hebben geprobeerd en dat je denkt, ik ben het helemaal met je eens.
Misschien zou je een van deze producten nog willen proberen. De twee limited collecties van Catrice, de Magic Christmas Story, deze, die is denk ik niet meer te koop. En dat zal ook gelden voor Merry Christmas, my dear, want deze waren echt kerstgerelateerde collecties. Misschien dat je online nog wel wat kunt vinden of misschien in de uitverkoopbakken, maar ze zullen niet meer in die limited schappen staan in de winkels. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!